het praatstokje. De talking stick, meer bekend als zodanige. Een oude Indiase traditie. In de eerdere vlog heb ik gesproken over de stiltewandeling. Over het intunen op je 5 traditionele zintuigen, het 6e zintuig en dingen loslaten. Op diezelfde wandeling kwam ik dit stokje tegen, dit veetje van vreugde of verbondenheid of vertrouwen of veerkracht, wat je maar wil. En ik heb hem meegenomen. Hij was eerst nog wat langer en de hond hier in de retraite waar we zijn heeft wat stukjes afgegeten. Goed, de talking sticks. Een oud-Indiaans ritueel. Dat als je met elkaar iets wil bespreken, één persoon houdt de talking stick vast en iedereen luistert. Geen enkele interruptie tot de persoon klaar is. De talking stick weer teruglegt in het midden van de cirkel. Mogelijk er ho bij zegt in oude Indiaanse traditie of gewoon in stilte. En de volgende pakt het op. Een heel eenvoudig ritueel. En wat zou het een veel mogelijkheden kunnen bieden in alle mogelijke gesprekken. Of het nou gesprekken zijn tussen 2 personen, vergaderingen zakelijk, een gezellig dineetje, et cetera. Want er wordt zo vaak, iedereen lult maar door iedereen heen. Iedereen onderbreekt elkaar. En het is zo belangrijk om mensen rustig uit te laten praten. Hun ding te laten zeggen. Dus ik nodig je uit een talking stick te vinden. Je kan ook gewoon een bolpen nemen. Of het maakt eigenlijk niet uit wat het is. Maar iets waar je een bepaalde verbinding mee hebt. En ik heb nu verbinding hiermee. En ik ga deze de komende tijd voor mezelf gebruiken. Privé en professioneel. Dus ga de talking stick gebruiken. Dat jij en anderen zich helemaal kunnen uitspreken. Alsof je helemaal de lucht eruit. Dus leg hem neer. Volgende pakt het op. Dan ben je heel respectvol. Groot en mooi gesprek. En vaak in minder tijd veel betere communicatie. Veel succes en plezier en wijsheid bij het gebruik van de talking stick.